Hi, goedemorgen. We gaan opmaken met de producten uit mijn everyday bakje. Dus een soort. Maar het is niet echt Shop My Stash natuurlijk, want dat heb ik al gedaan, want het zit alleen in mijn everyday bakje. Moet ik nu beginnen met wat leuk dat je kijkt naar mijn YouTube kanaal, maar dat vind ik leuk en dat weet je al. En, nou ja, goed. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om een keer te beginnen vanaf het begin. Dus dan beginnen we met de Revolution Pro Miracle Serum. En normaal laat ik het deel van de skincare niet echt zien. Omdat ik ook verder eigenlijk skincare een beetje zie als een soort noodzakelijk kwaad. Ik ben er niet heel erg in geïnteresseerd. Ik vind dit wel fijne producten van Revolution. Ik hou niet van al die crèmetjes aan mijn hand en zo. Ik heb hier een klein ventilatortje, zo. Onder het stof. Maar die zal ik niet aanzetten, want die maakt best veel geluid. En als je wat anders hoort, daar. Dat is moeilijk in. Daar staat ook een ventilator. Dan heb ik de Revolution Miracle Eye Cream. Deze is bijna op. Ik heb dat met make-up en ik heb dat met kleren ook. Ik ben gewoon lichtelijk autistisch of OCD gevoelig. Nou, dat ben ik wel hoor. OCD gevoelig. Ik kan het heerlijk vinden als je zo laag ziet. En dan alle lepels of zo liggen allemaal heel netjes zo dezelfde kant op. En ik heb een grote pot van de Miracle dagcreme. Dit is genoeg, waarschijnlijk al te veel. Zo. Nou, dat was de skincare. Het hoeft niet heel moeilijk te zijn. Dan doe ik meestal nu mijn haar. Beetje droog shampoo in. En het is veel te warm om het te laten hangen. Ik heb een zwart shirt aan, jurk aan vandaag. Dus ook een zwart elastiekje. Zo. En dan heb ik een paar speldjes, want het blijft natuurlijk gewoon niet zo zitten. Ik voel gelijk allemaal losse haar over. Zo. Een beetje haarlak. Om het. Kijk, dit gebeurt er dan. Nou, dat gaat achter de oren. Zo. Haar is gedaan. We doen niet moeilijk vandaag. Hoe is het met mijn gezicht? Ik kan ook een doekje en dan. Dep ik even. Dit zo. Ik had al het idee dat ik iets te veel had opgedaan. Ik ga naar buiten. Dus dan begin ik met de Elf Wow Glow Primer. En pas op, want er komt heel veel uit als je drukt. Maar echt, boem.
Dus dat is echt niet nodig. Dat is niet de enige primer die ik vandaag gebruik, want ik wil even op mijn oren ook die van L'Oréal gebruiken. Ik heb het idee dat ik een losse haar op mijn rug heb. Ken je dat? Ugh. Deze zit nog niet in mijn Shop My Stash, maar die ben ik nieuw aan het proberen. Ik voel overal haren. De 24 Hour Pore Minimizer. Die heb ik al een paar keer gebruikt. En die vind ik fijn. Het matteert natuurlijk ook een beetje. Dat vind ik op zich niet zo heel erg. Maar hij blurt echt. Het is wel op basis van siliconen. Maar dit is echt geweldig. Heel klein beetje op mijn bovenlip doen. Ik ben niet verkouden. Ik heb gewoon hooikoorts. Ja, de poriën zijn echt minder zichtbaar. Ik vind het echt heel goed. Kijk, huidtextuur. Ja, het liefst ben je natuurlijk gewoon heel glad, maar ja, huidtextuur is er altijd wel, zeg maar. Dat kan je ook niet zo heel veel mee. Het zit hier allemaal in van die ladekastjes van de Action. Dus daar is hij. Hij zat aan mijn oorbel vast. We nemen de Charlotte Tilbury Radiant Concealer. Hier en hier. Een heel klein beetje hier heb ik nodig. Hier heb ik nodig. En daar. Even kwast schoonmaken met zo'n okay. En dan stippelen. Dit is een redelijk fluffy kwastje. Maar dan krijg je een heel mooi licht effect. Maar stippelen. Hou het zoveel mogelijk op dezelfde plek. Ik heb een hoop van de tips die ik gebruik bij Nina Ulbi vandaan. Dat is een YouTuber uit Dubai. Moet je kijken, ik vind haar echt leuk. En ze heeft heel veel educatieve opmaakvideo's. Kijk, het is een beetje aan het pillen.
Dat is niet van de concealer, want die gebruik ik namelijk niet voor de eerste keer. Maar dat kan best wel zijn dat er nog te veel skincare onder zat. Wat in mijn everyday bakje nu zit, is de Smashbox Halo Healthy Glow All-in-One Tinted Moisturizer. Ik heb ook heel veel met het warme weer poederfoundations gedragen. Dan zit op mijn hand en dan buff ik het er zo in en dan op mijn gezicht. En dan weet je eigenlijk, en ik heb het in het begin ook heel veel gewoon zo gelijk op mijn gezicht gedaan hoor. Dat je ook nooit echt te veel neemt. En dit is ook serieus echt een heel klein laagje. Zo naar mijn nek toe blenden. Zo. En dan heb ik de twee poeders. Ik heb hier de Catrice All Matte Healthy Look Shine Control. Dat is deze. En daar heb ik pen in geraakt. Deze vind ik heel fijn. Het is absoluut een van mijn favorieten. En ik heb de Smashbox Halo Glow Powder. Halo Fresh Perfecting Powder. Dat is deze. Ik heb... Ja. En dat ziet er zo uit. Ja, hij is vies, hè. Zo. En dan moet je draaien. En dan komt de poeder los. Ja. Zo werkt dat. Ik heb nog geen crease op mijn onderogen. Dus die kunnen even als eerste. Gaan we even lekker draaien. En gaan we even lekker poederen. Ik weet niet of ik het een heel handig systeem vind. Maar dat komt ook omdat mijn handen gewoon een beetje vochtig zijn nu. Zo, poeder. Wat ik nog altijd doe, is van de Max & More spray even het poederige effect af. Want het mag wel droog zijn en droog aanvoelen, want daar hou ik van. Maar het hoeft er niet uit, droog uit te zien, zeg maar. Dus er springt een ader in mijn oog. Gisteravond ook al. Oh, zo vervelend. En dan. We gaan even
wat wenkbrauwen. Eigenlijk is heel raar, maar dat doe ik altijd als eerste. En in het begin deed ik dat altijd later, in het proces zeg maar. Maar dan vergat ik het wel eens. Dus tegenwoordig doen we dat als eerste. Deze kleur is eigenlijk iets donker. Het komt heel goed uit voor het staartje, zeg maar. En dan aan het begin doen we gewoon met een wat lichtere hand. Dit is een Essence pen. Dennis is op vrijdag altijd vrij, tenminste. Nou ja. Dan werkt hij niet voor zijn grote opdracht, zeg maar. Voor de mensen die het niet weten, we hebben een eigen bedrijf. Waarin Dennis zich laat inhuren. Dat klinkt heel fout, hè? Als IT'er. En op vrijdag werkt hij dan niet voor zijn grote opdracht. Hij heeft altijd één grote opdracht en dan doen we er wat kleine dingetjes bij, hè? Hosten, systeembeheer, dat soort dingen. Dus op vrijdag werkt hij en dan hebben we wel zo'n stage, knakker en particuliere klanten, dat soort dingen. Zo, ja, ik vind ze wel oké zo. Vandaag is hij lekker thuis, dus dan gaan we zo even lekker lunchen. We zijn met de tweeën, dus westers naar school. Ik heb de Huda Glowish bronzer. Dan begin je vanaf je oor en dan een beetje zo. En dan moet je eigenlijk tussen je mondhoeken en je neusvleugels moet je eindigen. En niet te ver. Nobi. En ik vind haar manier van opmaken heel mooi. Dus vandaar dat ik dat ook... Dan wilde ik eigenlijk de Pillow Talk gebruiken. Maar ik heb het natuurlijk al gepoederd. Maar ik doe het alsnog met een stippelbrush. Oké, ik denk dat één stipje genoeg was geweest. Jeetje, al die haren. Ik weet niet of meer mensen dat hebben. Ik krijg grijs haar, hè, ertussendoor. Maar dat kroest heel erg. Dat is zo vervelend. Oké, wat ik ging zeggen. Blush. Ik ben tegenwoordig in de fase van iets minder blush. Dus ik ga er heel een beetje overheen met mijn poederkwast. Wat ik zag is dat ik geen poederhighlighter heb. Even een stukje naar achteren, jongens. Nou, ik pakte even van Catrice. Dit is de... A Glow Lover. Deze. Heb ik een highlighter nodig? Nee, niet echt. Er gaat een hond uit zijn dak buiten. Aan het geluidje te horen is dat Lulu, want die kan niet blaffen.
Oké. Lippen. Even dit weghalen. Lippen. Dat zijn ogen, maar de ogen laat ik met rust. Want ik vind het wel gescheten. Ik heb een aantal opties. Ja. De Iconic Nude. Even slijpen. Even slijpen. Hoe vinden jullie het warm weer? Ik vind het vreselijk. Ik heb echt... Ik zei gisteren tegen Dennis, ik wil alsjeblieft morgen even met mij weg. Want ik word gek in huis. Ik kan helemaal niks. Maar ik kan ook niet zelf weg, want ik val om de havenklap. Als je gaat overlijnen, alleen het centrum van je lippen, het centrum zeg maar, in het midden. En dan hier ga je gewoon. Ja, als het ware op je liplijn, dan maak je het ook optisch wat groter. En je een beetje blurren. Kijk, zo zou je het in principe al kunnen laten. Hè? Dan heb je gewoon met een glossje heb je genoeg. Ik heb uitgezocht Runaway Royalty van Charlotte Tilbury. Als je, heb ik geleerd, dit in lichte laagjes doet, je zou er nog meer laagjes op kunnen doen, blijft het langer zitten. Dit is eigenlijk een look alsof ik het al de hele tijd op heb. Ja. Even wenkbrauwen. Nee, wimpers. Ik ben iedere keer bang als ik Lulu zo hoor blaffen. Op haar manier. Dat Guus dood is. Dat kan natuurlijk gewoon ieder moment gebeuren, want Guus is 11,5 jaar oud. Dit is de Elf Lash and Roll van, ja, van Elf in het bruin. En ik merk dat ik alweer een traanoog aan het ontwikkelen ben. Zo. Weet je, het hoeft niet heel erg heftig te zijn, hè, make-up altijd. Ik heb ook echt wel dagen dat ik denk, ja. Je mag het zien. Maar over het algemeen vind ik het ook leuk om er, ik wil er gewoon mooi en verzorgd uitzien.
En dat hoeft niet altijd met een onwijze laag make-up. Nog één laagje mascara doen. Ik vind het een hele fijne mascara. Hij geeft heel... alsof je heel veel wimpers hebt. Even volume, zeg maar. Maar niet alsof je valse lijstjes op hebt. Heel natuurlijk. Ja. Ik heb een beetje gemorst, zie ik. Dan heb ik nog nieuw van Kiko een lipgloss. Dit is kleur 2, denk ik. Ja, 2. Maar ik dacht, nou, deze is wel al een beetje glimmerig. Ik praat hem in halve zinnen. Maar een klein beetje gloss eroverheen. Dat maakt het net een beetje af. Dit was hem. Vanaf het begin mijn alledaagse look. Gewoon simpel, niet te heftig, licht make-upje. Oh, ik gebruik de Chanel Mademoiselle. En wat ik dan ook leuk vind. Oh! Ze staan hier op de rand van de spiegel. Ze staan daar natuurlijk ook gewoon niet fijn. Is deze olie. Dit is de Fragranced de Nacre. Nee. Dit is een body shimmer olie. Met de geur van Mademoiselle. Dit is heel liquidy. Maar heel mooi. Geeft het van die serieuze glittertjes. En als de zon dan op je armen schijnt, dan zie je echt zo van die glittertjes. Dus als ik dan iets ga doen en dan... Nou, dat ga je nu niet zien, denk ik, zo. Nee. Maar het is een hele fijne olie. Het geurt heel fijn. En het geeft een beetje glittertjes. Dus dan zie je er iets verzorgder uit. Een beetje handcreme opdoen. En dan zijn we klaar om te gaan lunchen. Dit was hem. Dit is mijn simpele everyday... Met everyday bakje producten. Semi-ish. Nou ja, goed. Zonder de ogen, want daar heb ik gewoon geen zin in. En dan ziet het er goed, glowy, gezond uit. Maar niet zweterig. Dat vind ik echt niet zweterig. Maar dit is ook de skincare. Ik gebruik dus nu de skincare van Makeup Revolution, van de Miracle Line. En als die op is, dan zoek ik weer iets anders om te proberen. En... Ik merk dat mijn huid, behalve op retinol bijvoorbeeld, wel heel erg heftig reageert. Maar ik ben niet allergisch ergens voor. Dus ik kan ook gewoon goedkope skincare proberen. En dat vind ik prima. En ik heb ook van Chanel wel skincare gehad. Maar moet ik nou denken dat ik daar andere resultaten van zie? Nee. Wat wel waar is, is van The Ordinary. Die heb ik gebruikt, helemaal aan het begin van mijn YouTube-idee. En daardoor is mijn huid echt gehydrateerder geworden. Daarna heb ik het bijgehouden met andere cremmetjes en zo. Maar door die Ordinary, die heeft echt heel goed gevoed. En die is echt heel goed, de Ordinary. Ik heb het gedoe gewoon gekocht bij de Bijenkorf. Maar je kan het bij meerdere adressen kopen. Ik zit in de spiegel te kijken. Moet ik nog iets doen? Moet ik nog iets doen? Ik ga nog even een setting spray doen, zodat het blijft zitten. Ik gebruik de Professional Super Setter. En mijn waaier weer. Het is een hele fijne mist. Ik ga toch graag een iets accent. Agressievere mist. Jeetje, wat een woord. Maar dit is hem voor vandaag.
Ik ga lekker lunchen. En koffie drinken. Ik heb vandaag lekker van Dennis een bakje koffie op bed gehad. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende. Duimpje omhoog. Doei!